In deze video staafdiagram. En die gebruik je als je cijfermateriaal hebt en dat wil je overzichtelijk weergeven. Dus heb je bijvoorbeeld informatie over de verkoop van fietsen in 2016. Nou, we kunnen daar lang en breed over praten. Dat is niet echt overzichtelijk. En dan kun je zeggen, ik maak een staafdiagram. Maar dan moet je er wel even letten op een aantal zaken. In een staafdiagram geeft de lengte van een staaf de hoeveelheid aan. Dus dat zegt iets over de verticale as. Er staat bij elke staaf waar het over gaat. Op zich ook logisch. Dus dit zegt iets over de horizontale as. En heel belangrijk, de staven staan los van elkaar. En als je dat niet doet, heb je geen staafdiagram. Dus heb je de staven aan elkaar vast, heb je geen staafdiagram en heb je de vraag verkeerd beantwoord. Dus ik ga bij het cijfermateriaal wat ik daar heb staan, ga ik een staafdiagram maken. Nou, we hebben een verticale as nodig en een horizontale as. Nou, gaat over het aantal fietsen in 2016. Het is wel handig dat als je een staafdiagram hebt, dat je ook weet waar het over gaat. Dus je hebt wel een titel heb je nodig. Toer- en stadsfietsen, dat is dus mijn hoogste staafje. Dat is dus 400.000. Dus dat, op de verticale as moet ik die dus wel, die moet ik wel dusdanig indelen dat ik daar een staaf kwijt kan van 400.000. Dus ik heb gekozen voor de volgende oplossing. Ik had ook kunnen zeggen, ik zet hier 400.000 neer, 300.000, 200.000, 100.000 en hier gewoon 0. Maar ik vind dit gewoon een beetje netter. Maar als jij dat zo wilt doen, is dat prima. Nou, de horizontale as, je kunt je afvragen waar staat die T voor, die H, die K, die E en die O. Nou, die T staat voor de toer- of stadsfiets. De H staat voor de hybride fiets, etc. Dat moet je er wel bij zetten. Nou, dan gaan we kijken naar de eerste staaf, 400.000. De tweede staaf, 6.000. Los van elkaar, 11.000, 26.000 en 9.000. Dan heb je een beetje tijd over, dan geef je het een kleurtje. Met andere woorden, dan ziet het er nog mooier uit. En zoals je ziet, hebben we dus bij het cijfermateriaal een mooi staafdiagram gemaakt. En je ziet ook dat het veel overzichtelijker is dan het was. Einde video, tot de volgende keer.